Maar eerst dus, zoals gezegd, Hint. En dit seizoen zijn het steeds twee verschillende teams die het tegen elkaar opnemen. En dan uiteindelijk blijft er één over en die mag zich dan het Hints team van 1987 noemen. Voor deze Hints hebben Henny Huisman en Imca Marina zo'n team op de been weten te brengen. Dank u wel, dames en heren, jongens en meisjes. Een heel goedenavond. 10 weken lang zal elke vrijdagavond rond de klok van 8:30 in het teken staan van een aflevering van Hints. Twee captains komen dan u een nieuw team samenstellen, wat ze ook zelf hebben uitgezocht. In ieder geval, vandaag hebben wij ook twee captains, een mannelijke en een vrouwelijke. En om maar met de vrouwelijke te beginnen, zij is een vrouw die gerekend mag worden tot een van de meest veelzijdige Nederlandse artiesten. Ze zingt al jaren met heel veel succes, maar is zoveelzijdig dat ze ook teksten maakt en zelfs schildert en daarmee exposeert. Maar persoonlijk vind ik een van de belangrijkste eigenschappen van deze vrouw dat we haar kunnen noemen een warme vrouw. Dames en heren, ik vraag uw aandacht, jongens en meisjes, voor Imca Marina. Ik heb je dat mooi gezegd. Imca, laten we heel snel beginnen. Ik zie drie heren. Is dat toevallig? En waarom juist deze drie heren vanavond in Hints? Ja, ik ben zo hebberig, hè? Nee, maar ik heb Albert Mol allereerst gekozen omdat ik hem al jaren rijke liefde toedraag. Maar niet in het minst omdat hij, ook als er geen camera's in de buurt zijn, iets doet voor de minderen onder ons. Zonder gehonoreerd te worden. En daar mag ik wel een applaus voor. Albert Mol! Ja, Albert Mol. Frank Masmeijer, daar heb ik echt niets mee. Dat wil zeggen, ik vind het zo'n buitengewoon aardige jongen. Ik ken hem ook niet goed. Ik ben onbevooroordeeld naar hem toegestapt. Ik heb gevraagd of hij dat spelletje met mij wilde doen, want ik vind hem leuk, goed en bijzonder. En dat wilde hij. Ja. Frank Masmeijer. En daarnaast? Zit de knapste presentator die de KRO rijk is, mag ik wel zeggen. Ja. En met de meest prettige stem, dat zal ik niet zeggen, maar bij een heel prettig geluid 's nachts als hij in de auto zit. Als ik in de auto zit en hij presenteert, vind ik het heerlijk om naar hem te luisteren. Edward Niesink en oude lieve Roeslied. Goed zo, bedankt. Ja. Dat dames en heren, het team van Imca Marina. Maar we hebben ook een mannelijke captain daar tegenover. Hij trekt al jarenlang miljoenen kijkers met zijn zeer populaire programma's. U kent hem ongetwijfeld allemaal. Wat zeg ik, een half uur geleden was hij nog te zien op dezelfde zender. Dames en heren, jongens, meisjes, deze man kennen jullie allemaal. Henny Huisman. Dankjewel. Dat nummertje wat je net zong, weet het ook alweer? De closetrol, ja. Dat was een aardig nummertje. Heb je mee te doen of niet? Ik heb niet mee te doen, maar ja, ik moest me voorbereiden op dit programma natuurlijk. Ja, dat begrijp ik, ja. En volgende week de pedaalhemmer, hè? Dus gaan we weer meedoen. Leuk. Volgende week dus doen we zeker mee. Oké. Okay. Ik zie daar twee dames en een heer. Ja. Waarom juist deze? Nou, we doen voor ons voor de Samenlingsshow in het land. En dat is mijn vaste pianist. En hij is de schrijver van al die leuke liedjes. Dat is Hans van Eyck. En mijn vaste pianist. En daarnaast zijn twee meisjes die hebben meegedaan in de grote finale. Toen deden ze Elaine Peets en Barbara Dixon. Nu heten ze Chess en treden ook op in mijn theatershow. Dus vandaar dat de twee zusjes Lida en Petra ook aanwezig zijn. Petra en Lida Burger. Nou, Henny, veel succes. Dank je wel. Dames en heren, we gaan snel beginnen. Imca, zou jij als eerste vanavond naar voren willen komen? Ik wil van jou een nummer van 1 tot en met 16. 8. En jij bent de eerste die vandaag gaat beginnen. Dames en heren, 90 seconden krijgen ze de tijd ervoor. Doen ze het binnen een minuut, krijgen ze 15 punten. Doen ze daar langer over, 10. Wordt het helemaal niet geraden, krijgen ze eventueel 5 punten de andere partij. Het is een straf, hè? Als je wilt gaan staan, Marina, wensen wij jou, Imca, dan wensen ze jou heel veel succes. En je tijd loopt. Film. Film. Hier. Hier. We willen je zien. Film. Twee woorden. Eerste woord. De heb. Nee. Drie letter G. Eerste letter G. Klinkt. Klinkt als kin. 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 Zin. Kin. Zin. 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 Ja. Sinbad de Sailor. Tweede letter G. De. Het. De. Een. Zin. De. Zin de. Niet. Zindelijk. Ja?
Zinderend? Zindelijk? Filmzindelijk. Zindelijk. Zindelijk? Moet jij toch weten? Zindelijk moet ik niet weten, moet jij weten. Ja, ik denk dat... Zindelijk. Zindelijk. Zindelijkheid? Zindelijk. Zindelijk. Tweede woord. Drie lettergrepen. Drie lettergrepen. Ja. Eerste lettergreep. De. Het. Een. En. In. Op. Van. Van. Hoe. Hoe. Waar. Waar. Tweede lettergreep. Zinnelijk. Ja. Klinkt als. Been. Zinnelijk. Been. Een. Zinnelijk. Teen. Welk woord ben je nu bezig? Even overnieuw. Goed. Tweede woord. Tweede woord. Derde lettergreep. Ja. Zinnelijk. Klinkt als klap. Klap. Map. Slag. Map. Tik. Slaan. Slaan. Zindelijk, wat sla je zin? Nou, ik was ook een hele moeilijke titel. Nog niks zeggen, Imka, want de ploeg van Henny Huisman kan 5 punten verdienen als zij weten over welke film dit gaat. Zindelijke was goed, maar nu? Ja, wij dachten zelf aan FIFA en Spanje. Nee, weet het niet, hè? Het is geen zindelijke gemeenschap. Sorry. Ik kan er helaas geen enkel punt voor toekennen. Nee. We blijven daarmee op een stand van 0-0. Henny Huisman voor de eerste keer. Ja. Dames en heren, tof ook het voortreffelijk gedaan door Imka Marina. Jullie zin, dat is het. Eén. Waarom één weet ik niet, maar alsjeblieft. Nummer 1. De eerste kans van Henny Huisman, u weet, ieder krijgt vandaan van 2 kansen en zijn eerste tijd loopt. Radioprogramma. 3 woorden. Derde woord. Drempel. Drempel, podium. Grond. Trap. Lak. Lak. Een glans. Vernis. Schoen, lak. Schoen, neus. Glitter. Plastic. Glim. Plastic. Plastic. Eerste woord is plastic. Tweede woord. De. Van. Het. In. Op. Van. Aan. Tot. En. En. Plastic en. Nee, het eerste woord. Ja, rozen en plastic of in. Eerste woord. Bloemen. Rook. Sjaal. 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 Show. Bont. Bont. Glamour en plastic of zo? Ja. Glitter en plastic? Roem en plastic. Prikkeldraad en plastic. Show en plastic? Het is puntje, puntje en plastic. En het eerste woord, hoeveel lettergreep heeft het? Hoe is dat? Ja. 1 lettergreep. Leer en plastic. Nee. Show en plastic. Glamour en plastic. Glitter en flair. Plastic. Flair en plastic. Flair en plastic. Roem en plastic. Nou, Henny, ga even zitten. Je mag niks zeggen. Je wilde het uitschreeuwen. Ja. Imka Marina, 5 punten als je het weet. Plus en plastic. Plus en plastic. Ja. Wij wisten het, Henny, maar het was niet zo ver. We komen bij Albert Mol voor de eerste keer. Welk nummer wil je hebben, Albert? Nu ik je toch zie. Welk nummer? Ja, 1 tot en met 16. 1 tot en met 16. Geef mij eens geef mij 16, maar dan zijn we daar vanaf. Is niet tenminste gebeurd. Niet waar. Alsjeblieft. De stand is 5-0. En als je zo vriendelijk zou willen zijn om daar plaats te gaan nemen. Want wij zijn zeer nieuwsgierig naar het optreden van Albert Mol vandaag. Ja, ik ook. Gezegde? Gezegde spreekwoord. Ja. Hoeveel woorden? Hoeveel woorden? Oh. Drie woorden. Drie woorden. Eerste woord. Eerste woord. Het. Een haan. Een haan. Een haan. Drie woorden gezegde spreekwoord. Tweede woord. Tweede woord. Haan. Hanen. Aan. Ha. Handje. 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 Handje de voorste. Dat is goed. Keurig. Ja. Dankzij een prachtig haantje van Albert Mol levert dat 15 punten op. En we komen voor de eerste keer bij Hans van Eyck. Hans, welk nummer? 16. Die hebben we net gehad, sorry, Hans. 15. 15. Dat is de, zeg maar, de muzikaal geweten van... Ja, dat is... Henny Huisman, Hans van Eyck. En wij gaan kijken naar zijn eerste optreding in dit programma, Hins. Ja, maar nu al. Een tv-programma. Eén woord. Drie lettergrepen. De eerste, tweede en derde lettergreep?
Welke lettergreep ga je nu doen? Denk even rustig na, joh. Je doet het helemaal? Helemaal, dat is leuk. Hakken. Is tikken. Tikken, eten, koken. Posten, eitje breken, koken. Is koken goed? Koken, ja? Wat is het? Koken, bakken, kokkerellen. Ja. Dat is het, kokkerellen. Goed gedaan door Hans van Eyck in samenwerking met Hani Huisman. 15 punten. We komen bij Frank Marsmeij voor de eerste keer. Frank, een nummer. 12. Ja. Nou, dat lijkt me toch een prachtig om dat te doen. Oké. Okay. Alsjeblieft. Ga staan en wij kijken naar Frank Marsmeij. Een lied. Een lied. 6. Tweede woord. Grijpen. Grijpen. Drukken. Pakken. Pakken. Pakje. Pakkens. Pak. 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 Janus, pak me nog een keer. Dat is goed. Janus, pak me nog een keer. En in 60 seconden, vandaar dat we daar ook 15 punten royaal voor mogen geven. Heel goed gedaan, Frank Marsmeij, in samenwerking met Edward Niesing. We komen voor de eerste keer bij een van de zusjes Burger en dat is Petra. Petra. Welk nummer? 10. 10. Huisman. Deze twee meisjes treden elke keer op bij het programma van Henny Huisman, wat hij in het land doet. En vandaar dat deze twee dames door Henny Huisman zijn uitgenodigd. Dat heb ik me laten vertellen. Ja, praat me even door, ik kan kijken. Nee, dat had je wel gewild. Maar als je wilt gaan staan, dan lopen we jou 90 seconden nu. Lied. Een lied. Lied. Dat is lekker. Een lied. Twee woorden. Eerste woord. Drie lettergreep. Oh, dat wordt al minder. Twee lettergreep. Schrapen. Schraap. Schraap. Schrapen. Schaven. 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 Schaaf. 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 Tweede woord. Beschaafde tango. Dat is goed. Weet je ook, Hans, van wie dat lied was? Beschaafde tango? Van Robert Long. Van Robert Long, uitstekend. Goed gedaan, Peter, want het is toch een beetje een amateurtje, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Voor de eerste keer mag ik best eventjes applaudisseren. Ja hoor. 50 punten erbij. We komen voor de eerste keer bij Edward Niesing. Edward, vet voor nummer zou je willen hebben. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voor je me voor ben nummer 11. Ja, dat hebben we nog. Nummer 11. Kom een beetje dichterbij me staan. Ja. Oh jee. We laten ze zelf het nummer zeggen, dat heeft u wel gemerkt. Zodat we niet meer de discussie kunnen hebben. Dat is makkelijk of dat is moeilijk. Ja, dan heb je een beetje mazzel als je het makkelijk hebt. Maar zo werkt het nou. Ik sta een beetje af te leiden hier. Als je wilt gaan staan, dan gaan we allemaal vol verwachting kijken naar Edward Niesing. Boek. Een boek. Twee woorden. Eerste woord. De. Okay. Moet kunnen, jongens. Twee. Tweede woord, twee drie lettergrepen. Drie lettergrepen. Vier lettergrepen. Vier lettergrepen. Ja. De ontmoeting. Eerste lettergreep. Dood. De dood. Wacht. Tweede lettergreep. Derde lettergreep. De doden. Gek. Denkt. Getikt. Getikt, hoofd, de doodshoofdvlinder. Dat is uitstekend. Jij weet toevallig van wie dat boek is. Dat is me even ontschoten nu, ik heb het zelf gelezen namelijk. Het is van Jan Wolkers, maar toch heel goed geraden, Frank Marsmeij, de doodshoofdvlinder. Ja, de dood was heel mooi gedaan door Edward. Het duurt een beetje kort, maar vooruit. 15 punten voor Edward Niesing. Wij komen voor de eerste keer bij het zusje van Peter, dat is Lida. Lida Burger, welk nummer? Ja, zeker. Acht. Wat is eruit? Drie. Drie, dat hebben we nog. Alsjeblieft. Dat is wel iets voor jou, denk ik. Als je wilt gaan staan, dan kijken wij en heel Nederland naar Lida Burger. Een boek. Vier woorden. Eerste woord. Drie lettergrepen. Hoed, pet, klep. Hoofd, mens. Beeld chic, iemand uit? Chic. Haar. Gaat over haar? Over een hoed of een hoofddeksel? Persoon. Hoe je wat echt is die van elkaar? Ja, vierde woord. Wat leuk. Drie lettergrepen. Ja.
Denk even maar na, hè? Heb je geen kleine woordjes ertussen zitten? Het laatste woord misschien? Tweede woord. Dat is de. De. Het. Het, een, in, een, op. En, op, van. Van. Nou, dat hebben we al vast van. Dat is toch lekker. Dat hebben we vast. Derde en nu het derde woord. Van ook van. De. Van het. Van het? Van het. Het noem van het noem. Dat is een heel goed boek. Maar nu, kom op, Lia. Ja, het laatste. Ja, het eerste woord. Wat is het dat eerste woord? Kan je best uitbeelden. Het eerste woord. Beeld het uit. Drie lettergrepen. Jurk. Ziek, horentje, kroon. Een koningin? Ja, een koningin. Koningin van het bal. Koningin van het, waarvan? Van het vierde? Koningin van het. Koningin van het levenslied. Koningin van. Wat is het koningin van het vierde woord? Koningin van de paniek, dus je straalt nu uit. Letters van het is het. Van het, ja, daarom het paniek is goed. Nou, verleden. Nu wel. Kent u dat boek nog niet? Nee. Nee. Drie lettergrepen. Drie lettergrepen. Komt helemaal goed. Wat drie is het? Drie lettergrepen. De derde lettergrepen. Ja, Lida, het begin was goed. Koningin van het, maar het gaat om het laatste woord. Lombardije? Van Lombardije, nee, dat was het niet. Nee. Het was koningin van het Zwanenmeer. Zwanenmeer. Dames en heren, we hebben een tussenstand na de eerste ronde van 50 voor de ploeg van Imca Marine en 30 voor de ploeg van Henny Huisman. We komen ten tweede keer aan de tweede ronde bij Imca Marine. Een getal. Ja, dat is de bedoeling ook. De spanning stijgt in top. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14. 7. 7. Waarom 7? Het is een magisch getal. Oh, waar staat het nou? In de Chinese literatuur. Alleen in de Chinese literatuur? Ja, in de mystiek. Oh, maar, wat leuk. Het is niet uit te beelden, maar dat maakt niet uit. Onthoud dat ik dit exact wil horen, dat eerste woord ook. Ja. Oké. Als je wilt gaan staan, de tweede ronde. En de eerste is Imca Marine. Is het met de zwaan? Nee? Een lied. En dat voor jou? Drie woorden. Begin maar met het belangrijkste woord. Dat hoeveel wil je nu? Derde woord. Drie lettergrepen. Ja. Huisman. Eerste lettergreep. Ja. Klinkt als. Oor. Oor. Hoor. Oor. Koor. Door. Koor. 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 Loor. Voor. Tweede woord. Twee woorden. Eén lettergreep. Gewoon één. Eentje. Voor één. Eentje. Een lied. Eentje. Eerste woord, ja? Twee lettergrepen. Doorgaan zingen, swingen. Derde woord. Een lied voor één. Nog eentje. Een prostituee. Nog eentje. Lied voor. Ja? Een lied voor één. Nee, het zijn wat is het eerste woord? Nog een keer het eerste woord. Derde woord. Ja. Lied voor eerste lettergreep. Eerste lettergreep. En moet jij moet eerste weten. Twee. Ja. Lied voor klinkt als slapen. Bed. Kussen. Kussen. Tussen. Lied. Eentje tussen. En lied voor tussen. Nou nee, moet jij eentje weten. Tussendoor. Eentje tussendoor. Eentje tussendoor. Ja, dat, en nu het eerste woord. Het is van Gerard Cox. Oh. Even eentje tussendoor. Dat is goed. Ja. Ik reken het nog goed. Het is op. Nou, op slag van tijd. Even eentje tussendoor. Ik vind het voortreffelijk gedaan. Ik had niet verwacht dat het nog zou lukken. Op de valreep. Ik geef er 10 punten voor. Dankzij Imca Marine en Frank Marsmeijer. Henny Huisman. Henny, wat ik me nou altijd afvraag. Hebben jullie nou, het zijn toch amateurs. Ik hoop dat je dat niet erg vindt als ik dat zo zeg. Nou, heb je nou veel geoefend met die twee dames en die ene heer? Nou, iets recht trekken. Hans van Eyck is al 30 jaar beroepsmuzikant, hoor. Dat is geen amateur. Ja, maar amateur in wat hij speelt is amateuristisch misschien, maar nee, een grapje. Maar die andere meisjes zijn ook geen amateur meer. Ze zijn dus nu ook door de Soundshow beroeps geworden, moet je je voorstellen. Hebben jullie veel geoefend? Met Hins, bedoel je? Ja. Nee, maar dat is wel merk te merken. 2, 4, 5, 6, 9, 12 of 13, 14. Ah, doe maar 2. Heb ik 1 en 2 gedaan. Alsjeblieft. Zo, dat is een lekker. 60 punten voor de ploeg van Imca Marine en 30 voor de ploeg van Henny Huisman. Als je wilt gaan staan, want nu dringt de tijd. De tijd loopt dan ook. Lied. 10 woorden. Tiende woord? Kom op. Tijd loopt. 4, 5, 6 woord. Zesde woord. Aansteker. Duim. Vuur. Vuurtje. Lucifer. Lucifer. Aansteken.
Vlam. Vlammetje. Vlam. Vuurtje. Vuur. Vlam. Vuur. Licht. Licht. Lichtje. Licht. Lichten. Kaarslicht. Lichtje. Kaarslichtjes. Lichtjes. Lichtjes. Dat is goed. Iets met lichtjes in je ogen? Oh, lichtjes. Een lichtjes. Liedje met lichtjes. Er blijven nog 9 woorden over. Lichtjes in je... Bedankt. Is er iets met lichtjes in je ogen of zo? Havenlichtjes of... Als de lichtjes branden gaan of zo? Nou, vier woord. Vier woord. Bond. Meloen. Sinaasappel. Pompruit. Vrucht. Het is zo duidelijk. Oh, lichtjes. Ik doe dus wel het liedje helemaal een beetje uit, maar het over gaat. Eerste woord. Klinkt als nek, keel, hals. Hal. Hal. Eerste woord klinkt als hal. Half. Halle. Halle. Halt. Hal. Zo ontmoedigend. Nou, wees dan maar blij dat het erop zit, Henry. Niks zeggen, want de ploeg van Imca Marine kan 5 punten verdienen. Wat is het, Imca? Als op het Leidseplein de lichtjes weer verstandig gaan. Dat kan ik helaas weer eens branden. Wat willen jullie? Ik moet het definitief horen. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden. En dat is goed, ja. Ja. Ik weet, Henny, wat bedoelde jij met rondjes? Mijn bedoeling was dus een kaas en dan Leidse kaas. Ja, maar Leidse kaas op het Leidseplein. Dat is niks, dat is niks. Nee, dat konden we niet bedenken. De stand 65 voor Imca Marine en de ploeg. Aldo Mol. Dat ook dan. Een nummer, vriend. Wat zeg je? Ik heb mijn voet verstuit met het haantje. Meen je dat nou? Ja, geef me naar nummer 1. Dat is er niet meer. Geef me dan naar nummer, wat is ook een naar nummer 5 maar. 5, dat hebben we wel. Dat hebben we wel. Oh, toe maar. Nou, dat moet toch kunnen, moet toch kunnen. Hè? Jullie zitten aardig op schema, jongens, de ploeg van Imca Marine. Wacht even. Als je wilt gaan staan, Albert, dan gaat jouw tijd... Kijk, eerst even staan, Albert. Nu in. Ja. Lied. Een gezegde. Spreekwoord of gezegde? Gezegde. Een gezegde. Een spreekwoord of gezegde. Zes woorden. Eerste woord. De. Pak het kernwoord. Tweede. Stomp. Klap. Stoot. Slaan. De map. Tik. Stomp. Slag. Oké, okay, even op. Slag. Ja. Nee. Het is, hij doet iets figuurlijks. Ja. De. Tel nou door, Albert. De koe bij de horens vatten we dit. Vierde woord. Vierde woord. Het. De. Het. Een. Een. Het. De. De. De koe bij de... Nee, hij doet het in het overdrachtelijke zin, geheel. Het geheel? De wereld? De wereld op, op je schouders nemen? De halve, wereld op zijn kop zetten? Nee, de wereld... De hele wereld? De wereld? Bij de... De hele wereld naar je toe trekken? De halve wereld. De halve wereld op zijn kop zetten. Nee. De brutalen hebben de hele wereld. Hebben de halve wereld. Dat is goed. Albert, wat was dit? Brutaal. Oh, is dat brutaal? Oh, dat was brutaal. Maar toch. Brutaal. Als iemand het brutaal deed. Ja. Hoe doe je brutaal? Moet je het even voordoen? Maar klinkt wel. Brutaal. Ja, het was voor heel Nederland vrij duidelijk. En dat levert dan ook 10 punten op. En daarmee hebben ze de 75. Dankzij Albert Mol. Hans van Eyck voor de tweede keer. Een nummer. 13. Dat is er nog. Alsjeblieft. Oké, we zijn alweer aanbeland bij Hans van Eyck voor de tweede kans van vanavond. Een toneelstuk. Twee woorden. Eerste woord. De. De gek. De gek. Tweede woord. Hoeveel lettergrepen? Drie lettergrepen. Goed zo. Hakken. Timmeren. Timmeren. Tikken. Schilderen. Knutselen. De. Knutselen. Zagen. Timmeren. De doe het zelf. Timmeren. De knutselman. De knutselaar. De timmeraar. Knutselen is goed. Het woord knutselen is goed. Knutselen is goed of niet? De klusser. De klussers. De klusjesman. Dat is goed. De klusjesman.
Ja, ons applaus gaat terecht uit naar Hans van Eyck. Heel goed gedaan. Dat levert dan ook 15 punten op. We komen voor de tweede keer vanavond bij Frank Marsmeijer. Nummer 14. Dat is er ook nog, hoe is je dat? Johan Cruijff uit mag melden. Wat zeg je? Ik had dat Cruijff uit mag melden, nee. Nee. Dit is ook leuk, zeg. Ja, dat is ingewikkeld, maar ja. Wij zijn wel heel nieuwsgierig hoe dat je doet. Ja, oké. Zijn wij hier blij mee? Ik ben heel nieuwsgierig. Nee, ik zie hier zijn nou. Wij niet blij mee. Sst, een boek. Vier. Tweede woord. De. Het. Een. Het. De. 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 Derde woord. Drie lettergrepen. De drie. Drie. De drie. Oh, Musketeers. Ja. Nee. Dat is vier woorden. De. Eerste woord. Eerste woord. De drie. Tapkraan. Café. Café, bar. Bar. De tap. Achter de tap. Tap. Achter de bar. De herberg. Achter de herberg. De herberg. Van de herberg. Van de verloren zielen. Nee. De herberg. Van. De herberg. Het was nou het tweede woord. Van Fred Marché. Zeg, heren, heren, heren. Herberg. Het was nou het tweede woord. Ik weet het tweede woord niet meer. Vierde. Tweede woord. Vierde woord. Het. Van. De. 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 De herberg. De herberg van. Herberg. Henny Huizen als Leidse Kaas. Stil nog even. Herberg de nog wat. Vierde woord. Derde woord. Herberg de. Derde woord. Het heeft maar drie woorden. Is die dom? Kom op. Derde woord. Drie letters. Drie letters. Drie. Herberg nee, de drie. Groen drie. Herberg de drie. Dat is goed. En nu het laatste woord. De drie. Linden. De drie nonnen. Klinkt als. De drie. Nog 20 seconden. Kom op, Frank. De drie. Klinkt als. Kan je het even uitbeelden? Ja, bijvoorbeeld. Herberg de drie. De drie latten. De drie zagrijnen, de drie slomen, de drie zakken. Nou, het is heel jammer. Het ging om het laatste woord, Frank. Je was voortreffend begonnen. Ja. Toch, als je even wilt gaan zitten. Nou ja. Het vierde woord, hebben jullie enig idee? Ik denk het niet, hè? Het was herberg. Oh, ik wou nog wat zeggen. Ja, je mag wat zeggen. Maar als het gewoon niet het verkeerde is dan. Je mag het verkeerd zeggen ook. Ja, zeg maar. Herberg de drie jongens. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee. Het was herberg de drie teuten. Nou, dat vond ik hem goed doen. Ja, het deed dat goed, maar ik zag het er niet in. Jammer, we komen voor de tweede keer vanavond bij Petra. Welk nummer? 4, 6 of 9? 9. Het was heel moeilijk, eerlijk en zinnig. Het was net een slecht als Leidse Kaas. Het investeert voor. Wij kijken voor de tweede keer vanavond naar Petra Burger en haar tijd op. Een radioprogramma. Eén woord. Drie lettergrepen. Twee lettergrepen. De laatste. Twee. De eerste twee. Slapen. Wakker worden. Opstaan. Wakker worden. Ontbijtshow. Ontwaken. Ja. Dat is het, ontbijtshow. Heel goed. Uitstekend gedaan, Lida. Wij komen voor de laatste keer vanavond bij Edward Niesing. En ik heb nog twee nummers. Eén. Nee, dat nee is vier. Vier. Dan maar. Vind ik iemand vergeten? Nee. Nou, hoe kan dat zijn dat ik er nog eentje over? Nee, ik ben niet blij met jou. Als je wilt gaan staan, ben jij de laatste van vanavond. En je kan nog op 90 komen. Dat zou... Oh. Ja, dat bedoel ik. Wij moeten dat kunnen. Ja. Wat is het? Een lied. Vier woorden. Vier woorden. Ja. Eerste woord. Goed opletten. Eerste woord. Rondje. Circle. Allemaal. Allemaal. Samen. Allemaal samen. Welgestelde. Dat moet je niet doen hoor, jij. Iedereen. Wij. Wij. Ja? Nee. Vierde woord. Twee lettergrepen. Verbaasd. Wij verbazen, wij... Nee. Wij stijgen op, nee. Wij zakken klinkt als, nee. Klinkt als. Kleed. Pij. Koningsmantel. Sinterklaas. Sinterklaas. Kerstman. Kostuum, jurk. Jurk. Kostuum, kerstman, Sinterklaas. Is er iemand hier die erop lijkt? Doe tweede woord. Tweede woord. Wij is het eerste. Wij lopen, wij wandelen. Op en neer. Wij gaan. Dat is goed. Derde woord. Wij gaan daar. Wij gaan naar. Wij gaan naar Den Bosch. Nee, nee. Wij gaan naar. Nee, maar wel. Oh, wacht even. De vlucht dan? Ik denk dat het erop de neus is. Wij gaan naar. Ja, Sinterklaas. Nee. Wij gaan naar de kerstal. Nee. Wij gaan naar. Naar een heilige. Naar een heilige. Nee. Wij gaan naar. Oestgeest. Nee. Wij gaan naar de kerk. Mag niet. Wij gaan naar. Stil nou. Een meter. Wij gaan naar Kruis. Wij gaan naar de paus toe. We gaan naar de kerk. Wij gaan naar de Rome. Dat is het. Oh, nee.
Dat zei Edward Diezink, levert dat nog 10 punten op. En jullie hebben een totaal van 85. Maar er kan nog wat bij komen. De laatste van vanavond. Ik had me even vergist. Dat ja, is had jij Lida moeten weten, sportieve boy. Lida, jij mag deze avond afsluiten met deze titel. Heerlijk knap. Pauwstromen. En dan zit het er voor vanavond op, dames en heren. En we stellen hem de pauze. Maar we kijken voor de laatste keer vanavond naar Lied. Vier woorden. Vierde woord. Vier lettergrepen. De eerste twee, eerste drie. De derde en de vierde lettergrepen. Ja? Neus, tenen. Tenen. Je staat meteen meteen? Nee? Tenen. Eerste twee lettergrepen van het vierde woord. Koud, beeftenen, riltenen. Wintertenen. Wintertenen. Ja, dat is goed. Wintertenen, eerste woord. De, het, een, op, wintertenen. De. Heel geoefend of zo. Tweede woord. Tweede woord. Klein, en, de, op, de klam, de klam, op. De klamme wintertenen of zoiets. De wintertenen. De wintertenen. De bevroren wintertenen. Vierde woord, heb je al gedaan, wintertenen. Pst. Derde woord. Moet je snauwen tegen je zusje, hè? En de van ja. Van wintertenen. Blauw van wintertenen. Gek van de wintertenen. Pijn van de wintertenen. Je hebt geen wintertenen. Het is geen winter. Dus je tweede woord. Woord. Wij. Iedereen heeft wintertenen. Allemaal. Kom maar, die concentreren met die man. Op te zetten. Van wintertenen. Wat was van wintertenen? Ik weet het niet. Het tweede woord tenen. Kijk toch even dan. Dat is allemaal oh, wij. Het is een lied, toch? Zij. Lied. Nog twee seconden. Wintertenen. Jij. Het zit erop. Het zit erop, Lieder. Niets zeggen, want de ploeg van uw cabarine kan nog 5 punten extra verdienen. Zeg maar. Ik heb last van wintertenen. Het is ongelooflijk jammer, want het was heb je last. Oh, nee. En daarmee is een eindstand gekomen voor de ploeg van Im Cabarine. 85 punten. Die staat dan op dit moment op een vierde plaats achter de familie Citroen. En de ploeg van Henny Huisman, en die staat dan nu gelijk met Bob Bauma. Toch hebben wij genoten van deze twee teams. Rechts van mij zaten vandaag de ploeg van Henny Huisman. Allereerst Henny Huisman. Daarnaast Hans van Eyck. Petra Burger. En haar zusje Lida Burger. En de winnaars van vanavond waren Im Cabarine. Albert Bol. Frank Maasmeijer. En Edward Giesing. Of wij één van deze twee teams nog straks terug gaan zien in de halve finale. De toekomst zal het ons uitwijzen. Dames en heren, u bedankt voor uw komst naar de studio die hier zitten. En u bedankt voor het kijken thuis. Graag tot een week later om 8:30 aanstaande vrijdagavond. En houd goede moed. Tot ziens. Dag. APPLAUS.